Welcome ay nagong sa Buto Futide. Tidaw utampi ang Minister for LS. Minister Faiguangay. Ay go mo Faiguangay. Ay go resta. First you ugot mo para nga sa felicitary ang Agro Campion for Salamang. Yeah, thank you well. Thank you. Yeah. Art, you just have to me felicitary. Yeah. And no ude na susa dyan. Sa EFSA process. No susa. We abi as koro ko pa. China Ambassador School. Kopa sa ehori bijna alle jaren, maar de afgelopen periode na unohore in verband met COVID, na wat initiatief van ministerie voor regionale ontwikkeling en sport, waarbij de scoropching de jongeren funu in een omgeving ja alisi ja ukisagi para Maribo en nanga financiële ondersteuning voor ambassadeur voor ambassade voor China. We maken mogelijk dat je de score komt bij elkaar voor compete tegen elkaar en natuurlijk voor een winnaar kon eruit. Ja. Tide u dena ko taki para Maribo ma favori ben ja of eta kwego dore ba betra district. Na a speech me if i ark if i be arki buna yere tak mi tak duidelijk tak na a decentralisatie gedachte voor a ministeria. U no wan libe na para Maribo alleen waarom omdat lek fa u taki ala de yarik ba ook to ina benaland ya bi talento sa eloy lonto en if i no go na de soort dit soort programma, dit soort projecten ja in het binnenland, nee, ontdekt den vroegtijdig voor kan charden, gide a push natuurlijk voor troonsani in een maatschappij tap internationale podia voor kan vertegenwoordig stranang. Ja. Dus alisi ja udwena para Maribo, maar we actie tak tralisi natuurlijk is de middelen de na uwan charingo ook toe in de districten. Zij de ukisagi as pad gide jongeren. Natuurlijk, omdat alle de geweldige ster, Sade Nono, we jere de geweldige Ningelijk, alle de Nisa jere de Messi, de Sranamang, Unus Refi, de geweldige Sranamang, Unuja, de Bigip Chin Jong. En daarom maak me denken dat Taiwan Abuan Boong, Iwan Creëer, Iwan Kwek, Iwan Topsporter in Begina de Jong Wang. Want dat dape je Begina de Ai Gronanga de Samatelek de Troon geweldig zijn. En dat belangrijk ook toe, omdat dan zo je poor de Jong Wang naar Astrati. Is op de jongen van de pijn de lobastraat, de play en dat soort zaken. En DC als sport de bezig naar de tap wang sportieve manier de bezig play, maar de ontwikkel de talenten ook toe. En zo de kan troon belangrijk zijn in uw stranang. Ja. Abra imen score I go if imang adoption so imang. Tide I go tide 3 voor score deja. OS Marwijn, OS Mayo Steak, en het is totra score voor Apis Contreja, voor Sousas. Ja. Sana aboskopo komit de ouders voor de ching? Mek de tang hoor de ching fit, mek de tang soort de ching sana nut voor sport, omdat met name als sport een belangrijke nut. En dat na je ontwikkelt de ching, de talent of ding, maar moro belangrijk na tak de ching je hoording voor a criminaliteit je op dit terwijl de bezig je ontwikkelt den talent de elibat criminaliteit a dorosi de bezig na wasansa de lobby en dat belangrijk en make de tangi de ching a ondersteuning want de aba ondersteuning van ouders na de tra externe factoren ik kom bij kijken. Ja. Va a samenwerking voor regionale ontwikkeling na Chinese ambassade begin. A samenwerking baka a kennismaking toen hoe me kennis en toen de gesprekken begin ook dat tapa gebied voor sport en na een bepaalde samenwerking ja bedekbaar en a eerste stand zou taki na ook pakken baka op baka a COVID en dat hebben we gedaan maar ook tot op tra gebied bijvoorbeeld als Chinese ambassadeur geschenken die de smafunu in het binnenland voor begin aan a grama woning project a eerste fase hoe de bezig ben aan eerste fase dus tweede traject die komt bij de afrondende fase. Dus echt een goede samenwerking vanuit het ministerie en de Chinese ambassadeur. Suriname is ook een succes met de ambassade DC? Ja, natuurlijk. Nou, een succes bij je hebt voor op China. Die hebben weegd in de maand. Nou, een succes bij je hebt. Minister Wegen, richting Christen. Het is een aboskop of je gomit. Het is een asma.
Chrisnetti na lobby, lobby gis refi, isababos ko po fu Chrisnetti na a geboorte, herdenke fa geboorte, fu o Masra Jesus na look to see dape. En a belangrijke boskopu sa igi na lobby, en di lobby Makandra, mirike tak alasane kon fa selle fifi begin na lobby, en na nga lobby, gi us refi, mi denk tak we begreep Makandra eerder, en so u kan gro samen en JP Charles rana go na wa bepaalde hoogte. Succes in our kosaye de minister. Dankjewel, Isrif to. Ben Lukuman, Uknabja, Nanga, Juffrouw Fu, OS Marawena, Juffrouw Faiglangai. Ego. Ja. Usitak Ukong, Maparamaribo, Fugo, Juan, Westrijk, Faiyefene. Nou, we hebben Boussan, de Ching, de Lop Westrijk, dus een. Wel, ik zou op zaterdag. Ja. Dus na eerste Westrijk voor in Paramaribo? No. De Ching, vaker Rudumi, Nanga, San, Tra Westrijk. Ja. Faar u de Ukraap Jalan die batak u kan worden kwam de prijs? Mino Batranga, maar we go huang de. Ja. Faar as doon nga as kor u es marawena? Ego. San solisi anego, maar we do best. Nga de chin sama. Ja. San nga abos ko po gomiti de lerlinga kumarawena sa el kulono? Migos ko po, mega do the best. If they want to learn, they want to score, they want to win, they must stay in motion. But sowieso, they must do the best for them. Yeah. What can I tell Chris Nettie? Some of us copy you go meet. Contact a district for you and admission that then some as well. Make data in Friday na nga din sa Levy so that wala malakang chawang moy Chris Nettie na yeah. Usre. DC Bola, fight wang ay. I go boom, me fear sweet it there. Yeah. Faf a district for you, Palmari boom. Well, lolo, alasan I go boom. Yeah. And no, misitak u de na sources ya. San if sa process na sources? U de jaso na sources in a resort bakehouse. Jaso u de dimante on dat di da wang kick-off hu wang scholar competition. Wang scholar competition dat a Republiek for China initieer. Samenwerking ROS, ministerie voor ROS, nanga regering voor China en ambassadeur Jaso en wawancara project di Swaka di de leerling voor Seranang. Yulek DC, fa yu efensua inisiatif voor ROS nanga China ambassadeur? Dus eigenlijk, if you look sa ROS etaki, dat want tak a regionale ontwikkelingen nanga a sport. En a sport belangrijk, zei de. Sport e chasma ko Makandra. En sport belangrijk voor ontwikkel you nazi. Sport belangrijk omdat a cha gozon to gi you. Sport belangrijk omdat a verbeter you leersprestatie tap score. Sport belangrijk dat you like ching, tide, is voor de scholen. I form you. En Mickey Tron van Moro Boom Burger van Kondre. De sport belangrijk. En we breedt dat initiatief die sticky samen naar het ministerie. En dat ook aan Tjara zijn is Wakano. Ja. Jullie burgervader voor Paramaribo, we gaan het Chris Nettie. Zijn maar je boske op Gummiti als een people? En we lukken Chris Nettie, dan lukken we Chris Nettie het takje. Dat is een feest voor vrede. Makandra, Libi samen, Roko samen, bouw op. En dat na teken voor een Christmas party feest en mij, like burgervader, ik kar alles er allemaal op. Mek een boom naar mijn familie, mek een boom naar mijn brandangassa, mek een boom naar de sma in een biertje. Kou met trong van familie in een licht voor Christus, in een licht voor vrede. Kou roko Makandra, want Uroko def do in Seranang ete. Uroko lai bogo bogo. En wala mus yepi bou Seranang op. Fosi na raad van ministers vergadering beging da minister Kenneth Amoksi fu justitie en politie da go en tap wan aantal zaken di journaliste action. Zeker om a veiligheid van konde, bikano no enya december ja dan au meng roof overvallen di e pleeg. O aksha minister vast dong anga veiligheid. A minister di gi antwoord taki sowieso skou to de tap scherp. Alla de diensten de poti info. So lugu taki de ka voorkom ogi du di sama edu. Ma so ook to te de du yogi kaba dan skou to eja den tapu vu ondo sukwala san de infini fini vu kisi sama di du ogi. Maar asabi taki ala de sanje pasa
de tapus kreki gi a gemeenschap ofu e gi a gemeenschap wat gevoel voor onveiligheid. Mekou aliki, minister Kenneth Amoksi. Je laat me eerst Suriname groeten natuurlijk. Ordening goudsector, dat valt onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Voor wat de veiligheid issues betreft, dat valt onder het ministerie van Justitie en Politie. Opsporing en vervolging, dat valt onder het Openbaar Ministerie. Dus laat me dat aangeven. Maar natuurlijk ondersteunen we elk initiatief gericht op de veiligheid en bescherming van het milieu, bescherming van de mensen die in de gebieden wonen en natuurlijk illegale handel, smokkel, gebruik van kwik zijn allemaal issues die het ministerie van Justitie en Politie regaderen. En voor wat dat betreft, die aanpak is daar. En dus wanneer de instructies komen vanuit de president, dan we hebben we niks anders te doen dan uitvoeren. Oh ja, dat begrijp ik wel. Laat me ook aangeven dat er eigenlijk al een aanvang is gemaakt daarmee. Want ik heb op 30 september de Franse minister van Justitie hier gehad. En een week terug heb ik ook een delegatie van zijn ministerie in Suriname ontvangen. Van zijn ministerie ontvangen. En we hebben ook gesproken over de aanpak. Van de illegale goudwinningsactiviteiten en langs de oevers van de Marowijne rivier en hoe we dat gezamenlijk zullen benaderen. De drukte staat voor de deur, vakantie en ook nog kerst en oudejaarsviering en we weten allemaal in Suriname hoe druk het wordt, hoe druk drukte voor KPS onder andere. Ja. Wat zijn de voorbereidingen, hoe ziet het eruit? KPS heeft een heel programma samengesteld. Ik heb het eerder ook al aangegeven. Dat eigenlijk vanaf 15 november je eigenlijk je moet in high gear zijn. Toch? Want wat er allemaal gebeurt in het verkeer, maar ook op het veld met betrekking tot de criminaliteit. We zien beroevingen, moorden. Natuurlijk is elk van zo'n geval te veel, maar het gebeurt en KPS heeft dus een programma samengesteld en het is vanaf 15 november ingegaan om extra over straat te zijn in de buurten, in de straten, in de districten. Wat dat betreft hebben we een meevaller in die zin dat vanaf morgen gaan we extra 281 politieambtenaren, recruten die recentelijk zijn beëdigd, inzetten om te ondersteunen, om de politie te ondersteunen bij het garanderen van de veiligheid. Vooral naar aanloop van de kerstdagen, feestdagen, eind op jaarwisseling toe. Ik geloof het zeker wel, want het is ook een factor waarmee rekening moet houden dat de mensen ook grote schade toebrengt. Je moet maar nagaan hoeveel een achteruitkijkspiegel kost. En het ontziet, los van de schade, de financiële schade die de mensen allemaal lopen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld met de verhoogde surveillance die uitgevoerd zal worden, dat we dat enigszins terug kunnen dringen. Nog één laatste vraag ter ondersteuning van berichten die we onlangs gezien hebben over opsporingen, aanhoudingen, plaatsen op de Interpol-lijst. Wat zijn de ontwikkelingen op dat punt?
Voor wat dat betreft zou u misschien contact kunnen opnemen met de communicatieafdeling van het Openbaar Ministerie. Zij monitoren dit. Alsjeblieft. Nee, er zijn altijd ontwikkelingen. Ik heb daar net een half uur terug de launch gehad van het logo van het Nationaal Mensenrechten Instituut. We hebben in 2016 de launch gehad. Dus er komt een Nationaal Mensenrechten Instituut. Ik heb het geluk gehad om in 2016 bij die launch te zijn. En nu weer. Laat me aangeven dat we met de OAS, met de Organisatie van Amerikaanse Staten, hebben we een akkoord om ons te helpen met capaciteitsversterking, technische ondersteuning, voor wat betreft, mensenrechten. En ze gaan ons ook ondersteunen bij het schrijven van ons nationaal mensenrechtenbeleid. Mag ik nog eentje stellen? U mag. We hebben onlangs weer een bericht ontvangen over een situatie waarbij een jonge heer is aangetroffen, het leven van een jonge heer is aangetroffen in auto. En we merken ook, als we kijken naar Brandbrandenschap onlangs, dat aangezelijke sanitie gewoon een bepaalde... Ja. Het zijn vormen van criminaliteit die we niet moeten hebben. De onderwereld verlegt steeds haar grenzen. En ik maand de veiligheidsinstituten, KPS, maand ik aan, weet je, om ook hun activiteiten aan te scherpen en hun aanpak ook daarnaartoe te richten. Want wat men je presenteert, op die manier moet je het ook beantwoorden. Eigenlijk niet bij die van mijn zaak, maar natuurlijk je voor Taki, you know, of de moederfiguur, dan kan ik die vraag niet erbuiten laten voor actie Taki. Volgens Jufa, ik wil naar Zeefbroek op Ondranda in het algemeen. Ja, dus een internetverbinding, vooral van alleen van het net, dat internetverbinding, die wat faciëren, dus af en toe, meneer je. Volgens mij, u schrijft naar Jeremy. Ben jij wel helder hoor, daarvan niet. Oké, wel, we maken moeite hier, hè. In een pistorie, of als een site dat net. We maken moeite voor de ping voor anana na zo'n mekaring, of ben ik aan. We takken om, every day, we takken op 1 juli, nu op samen kadaka, 19 september, op 10 oktober. We opo prisiri taki ufi yang abaka. Ma oteng wo opo taki ufi yang ausefi. Ya, dah jawab mohi fra. Ya, dus amoi ti dati. Dus so tong me taki no. Mi goin a di view. Alasan ma. Isre fa di ba, alasan ude. Iya toh. Dus mami mantaki mik alas ma verstami. Ya? Dus te takasa makana beina ano alas ma overstayu en da aboskopu fui no wakana falek fai waning. Ya. Ya. Dus a organisasi a NGO sa opo of de duurzame ontwikkeling Brokopondo wet karen dop sa makakanye tampa. If you wani wasan fi mus detaki a de lang houdbaar. If you no tapping, I opa abatra that you no tapping, that asan fi don de ano de hold ba. Dus yeah, taki adop, uno kan taki abra duurzaamheid if una ba adop. Na una adop. Alas ma ina district en buito, sa abafiri fu Brokopondo win sot presi ide, I abafiri da yun adop ba. Dat meki mi taki atiri fu bos kon referal Brokopondo ja komiti si pali winu. Want una sama ka gebied ude da usrefi na ondro agramang we fado. If you wanting of it no wanting asturu de drapek ba. Na roko umroko sama ngeng. Dus dat ding utaki, if we taki abra afora uitgang, a ko afesi, to di ko afesi ubus konde, a duursam heida ontwikkeling, sondro de kapting nanga de basya komit agramang sas dong tapahe isturu fu a traditioneel gezag. Uno matak abara de sandati. En da ube de panya.
sa chichi bataliba dus mafu dua trase dus mafu bronsweg dus mafu klas kreek munje kreek deno sab des refi da fa u kan taki tak u gafe si if uno no sab us refi ida strati tu kapte e wakap sa des refi deno sab tak na tu kapting dus mi da mi si asanda ti mi tak nei if we taki aba duursame ontwikkeling Brokopondo da afiti ta kapten nga basha kawang dus tapa mission dati a afgelopen eigenlijk a jaar ba ma a jaar is apsa eigenlijk apsak ba 2022 na dati dop focus de en tra jaar na trasani wo focus ma a ko fu nu na wang na dat na belangrijk sani ja. Goed, dan hoe je dat in algemene zin. Toch nu, Wani, stel je vraag, ja, minus of je organisatie, hoe je bezig gaan, maar denk je dat het is talk of the town nu, en je ook daarover, mijn wans, heb je mening, dat na over, denk, pardon, zeg maar, die kolonisator in deze Nederland, moet bieden aan Sanang, pe bakapiki fafi kang de chai den kong asafu en ala de sande sa you meaning about den excuses di Nederland mu bida aan wel sami kantak abra asanda di atak langa ting since mi beda Holland want is rek sabi na drapem de dam abra kong a yeah. A winter why tak na jamim de the since drapek ba apsa ume yarik ba we tak abra apisto dati and ma isap sana sani no ye yere tak de omen organisatie pentaki a holding fu asmasa mus bit excuses an de wa facilik a kolonisator dat same yere sa itak wadu da ifu nomo a kolonisator apa sref holding komitiu iratori fa excuses remide un de pi ifo sorry yeah. Ik heb wa patendre so op besoek. Da if APC tori no tak fiti tak sma sa mustak a excuse ano te so dey umus du asan dati if say de tapa dey dati taki fiti na dat na libi en if a taki fiti no taki fiti na fa da me begrijp des ma sa tak nei da a excuses ko go baka na tafra da us don taki. Want het is een gevoelig onderwerp. Het is een zeer gevoelig onderwerp. En Brokopondo ja, a discussie lik fa ay funo tap nationaal na internationaal niveau. Uno koutaki ano fin presi ja ette fu avwa duidelijke mening want teme ka fesi ano miu kane ikayere misting ma ano aboskopu ano miu ma. Kapte na nga basha de na botofu dop RR de na botofu dop de medewerkers af verenigd is revi in wa stichting de bakadop dus anomiwa itaki bigisma de na groep dus taki fiti fos wekadoro en dat tip sati de tu oké ma abra bepaalde ja dus abra bepaalde van die minu kan wijk uit om si ma persoonlijk mi vind taki a excuses mus kong ma tap wang gelijkwaardige manier taki fiti fawo seta sandati komiti a people make a people hier was soort facitak oké iter mi ja maar toch een vraag, ja. Ik denk dat jij een connectie aan verschillende boeskonde organisaties die je vertegenwoordigt, NGO's die je vertegenwoordigt, samen uit het binnenland of boeskonde, maar zoekt ook toe een connectie aan taalgroepen binnen een gemeenschap. En heb je een story voor excuses ja, die moet komen vanuit Nederland, zeg maar. Hoe goed zijn jullie betrokken? Aini ahipatiaso di ebowandel. Usaptak wa nationale reparatiecommissie de onderleide fu masa sunder. U de betrokken, u organisatie de betrokken of iabi informatie tak tabus konde organisatie NGO's of kade traditioneel gezag sevi de betrokken aini a traject ya. Wel, bagile je fallen weg. Echt nog? Ja, vraag voor mij. Nee, jij wel boeien. Ik hoor je heel goed. Mijere, dat die actie heeft...
Of mijn organisatie die betrokken naar die arme neer Armand Sunde, dat je actie. Ja, dus even wat bij informatie aan die proces die de bewandel als Nationale Reparatiecommissie die betrekken wij niet. Of je hebt informatie dat ta organisatie die vertegenwoordigt Boeskone, maar die betrokken aan die aan ja. Oké, Sam Kataki in a reparatiecommissie. Meneer Armand Sunde, mino sabi precies futegi fa ayroko of niet, maar meer persoonlijk organisatie voorzitter, dop organisatie, daar mi de betrokken na een cirkel voor 10 wekaring onder leiding van Masra Randami, daar in een cirkel dat die omen de presie voor tak abra wat programma voor reparatie. Wa programma fu konawang nanga pede gramang srefi komit afoluku etaki dat mi sabi mar sofara taki mene Armand Sunde abwa kontak nanga uleg dop sofara anode kontaken so gewoon le fadi. Okay. Goed, nee, dan is dat duidelijk. Belangrijk, Boeskone op een of andere manier hoe de bezig gaan op historie van reparatie ook toe. Als ik je goed heb begrepen. Ja, dat wel. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Met een kotapatori die eigenlijk niet believing, want ik begrijp dat hij maandag jongsleden was het, die Asco bus kantel naar Afobakaweg. Per apistori de vinden plaats precies? Wel, volgens mij gaat een tapasan dat hij, want nou een ramp eigenlijk hè. Die is korrupt, ching de milo ching. Maar mi wa mi uit apprecie die zie, mi wa winsi alle de leerkrachten, nanga de ouders, de treed op echt snel die asanda pizza, rijd chingo, a national legre, I am gold, set in ambulance. Dus in principe, omenisma oppo, reageer snel. Want if im luku bijvoorbeeld afasi fabro kopondo de unabi nofo capaciteit ko takita wabi wan ambulance tak tesal sanipsa tak umang trade op tap wa moro prespari fasi kom takeso mami wan jiwan big up na de elders nanga de sman nanga wagi sa rede chingo na pouli na de diverse pouli bijvoorbeeld class creek na de class creek tak no ano pouli sa ni de rede chingo na AZ. Ja. En een nationaal leger ko in smafu Brokopondo centrum ko in I am gold ko in nanga ambulance en dat nou was nou een boom prestaris aan want meestal te we tak aan jongens na meestal uan mika van de negatief altijd hè maar dis kan de wat pleimpje je I am gold nanga nationaal leger doen. Ja, dat de ondersteun gelijk onmiddellijk. Als ja. Vraag voor BDP, als aan vinden plaats precies, ja, als kobus kai precies. Je de karma precies die afvoetu. En ik kan tegen dat draven Rafijn. Na Rafijn. Dus weet je almighty gado. Tangi. Nanga de boemje je. Sans snapu mika bus no fadon moro tranga goi na Rafijn. En dan was maar de telek no we begi masra gado tu. Tak mika hoorde je nanga de ouders met een traumatische ervaring en anoa zomaar sa ni sap saja want if you look as a presi sa deka dia futu wagi e goi na rafen drape nooit smashi tak wagi de drape. Oké, maar a de bekend kaba ja dis no pasaso dis meku gigado tangi. Ja, dat is belangrijk. Je hebt informatie over een precieze oorzaak. Informatie komt vrij over een precieze oorzaak. Vaar, de contactie, een bus, een risico, Peking. Raken van de weg? Nou, mino heb een precieze oorzaak dat ik niet kan taki. Omdat een onderzoek, volgens Sami schreef lezen in Koranti, dat een onderzoek de bezig is. Saminov kon aan abrek Saminov publiceer in kranti. Dat de bezig naar een onderzoek. Dus mi elip apis dati Jiminov naar een communicatie diensten.
Mino kantak abra asandaki. Oké, okay, maar je hebt informatie over mogelijk om in Peking kisi zware letsels, toch? De kisi bumbu mankei. Sana informatie om in Peking kisi bumbu mankei? Dus sinds SD, ude in contact nanga de ouders, voor tapasi, morfuru tapasi chimbe de na bus. Da mi denki tak in totaal koutaki, kono houtaka mor, a getal mor ko gro, na 18 koutaki, kis, ja, wa moro, ja, de anotak, de no, dat is, hoe moet ik dat zeggen? De kisi mankeri, maar ano erg te poi, a erg te poi, bim takien zo. Oké, Maar ma IT ching. Oké. Okay. Om een pikje met denja bus precies. Ik begrijp ik go abading is er een oude bus die we sabi voor si den de gerwa hè. De gerwa ja na dat die. Een pikje met denja bus weet je dat? A bus na een boom oude bus en sami verstaan. Ano jou wang ano afval die si wangere taki bus erei op de chifunu op tapo onveilige fasi. So de 30 persoon wagi, da in 30 persoon wagi kan de 50 chinde na wagi. E vervoer ching, gas koro. Dus de sandati, bijna mi wan trekken aan de bel na minof taki, mek u luk de sandati moro scherp, want a veiligheid voor de chifunu moro belangrijke. Ja. Yeah. Want ook toe, if you look aan geval, ja no, this is psa, en am de wan eye-opener die is. Maar mijn vraag naar, if je taki zo, is er geen controle? Want een stukje controle, de me bedoel van taki de massa die om een Peking vervoer toch? Als er 100 kinderen zijn, dan kan je geen 62 personen bussen inzetten toch? Het is toch makkelijk en logisch? Wel, is makkelijk en logisch voor u en ik. Maar is er sabi tak na strana oude, sorry tak met... Hmm. Zo, net zo kwam rustig prinsie. Dat na wasan u ala mala esi. Ma ano a alas ma abad de gati fu taken. Ma wanneer het gaat om onze kinderen, zij zijn de toekomst. Ja. En de toekomst moeten we met alles en alles verdedigen. En waarborgen dat ze veilig op een veilige manier naar school gaan. Want if je luku bijvoorbeeld vraagt in Burkopondo, ja, je hebt ting, so ik ga naar boto. Ja. Maar if je luku, dat zwemfest no de, dat u kan wachten baka, te wasan ni psa, dat we tak ai unabi zwemfest. Maar ik kan si asana fest, si tak, te de toerist kom, sa de met de ouwe ma kom, je verpleeg desma, sa de ab de toerist kampu, fucha desma feile, maar dif yun op chi in seja in oso, je liep de whole wild, wild west. Ano kan, dus in principe, ano a, granti uma aba a finger raising. Usrefi like orders, like ma like pa. Usref mu shitak asandis no kang yabi want to order sa e buy swim fest. Sa aba money sa ka mesen da de buy swim fest. Yabi botomang sa etak no me for food de twin pa. Money sa me for din me buy swim fest to gidepchi. Ma ano alasma aba capacity financial. Maar ik kan de samakai boko mee. Samakataki boko mee. De boko mee. Want die zo'n jaki dan een eye-opener. Am de wan eye-opener. Mek u luka systeem van educatie systeem voor unu. Vooral in a binnenland. Want a jeslik binnenland. De wan achtergeschoven, achtergebleven. Kleinkind er wel. Na unore. Ja. Bakan, pot gemeenschap. Telek no. U abagudu ete. Maar je is like, die overflowen na die oefstrafu. Dus al dit soort dingen, laat het een eye-opener zijn. En
Me pleite ook toen naar een interview die zei, want naar de ouders die in contact, hoe die in contact naar de juffrouw, hoe die in contact naar om in voor de structuren, ja. Daarom met dat die attack heeft die uno, voor uno, na koma kandra. En a koma kandra voor uno, aan de lezen die zei, atron die zei, naar onderwijs. Dus ik hoop dat onderwijs open staat om met ons te praten, met de ouders, de leerkrachten, de chauffeurs. Laten we kijken, en de bootmannen die de kinderen vervoeren, laten we kijken en op een duurzame manier oplossingen bedenken, gezamenlijk. Ik heb ook nog dat ik midden naar ABOP, naar VVP, naar NDP, als ik naar forward moving, we move forward together. Anders u allemaal de na broeia. Want nu, we gaan niet elkaar, onderwijs niet elkaar. Dit is ook elkaar, maar we schieten er niet mee op. Voeg zijn vinger wijzen, hè? Dat is makkelijk. Maar koos doen naar ons refi om de tafel, dat we kunnen naar een bepaalde oplossing. Dat is power los als aan dit op. Als projecten moet schrijven, dan wil je schrijven aan project. Als je die dingen kondre. Voor mijn organisatie naar moet die dingen kondre. Koos lukken, van ook als zet bepaalde stelling, kom met ons refi, dan gaan we ons refi wijzen. Maar zolang we je kan judrapen in abus kunnen, je na bus kondres ma, je na foto's ma, dit na dat uno ano waka. Ja. Mevrouw Orsine Walden, mijn poan tagast. Een laatste vraag. Zij kan vertellen over eventuele picking die doa atjo suete of aladen die bekis maakei na onderzoek de sende de guau sukaba. Sana informatie wat dat betreft. Sami, want een contactpersoon van mij, SRV, huisartsverwijzing en de consultkosten. Maar volgens mij familiëre, maar dat mijn contact eten, want mijn notaka gaan ouder dat ik eten, omdat adena gaan epching de wapchie zo ernstig. Oh, op die manier. Dus bakate, misate, ik moet fasande. Maar waf de sani, Sami, wat contacti, dat desma, de ouders moet sabi en ik helpen die volgens mij de eerste lang. Tuyuru fos apchin fi ga score a de verseker. Tuyuru baka score a de verseker. En as kan di si, sa midri a yuru dati, en a yuru dati. Dat wan taki, je kind was nog verzekerd onder het reglement wat Minof heeft opgesteld. Mm-hmm. En tu, wasan de taki de ouders musu pay drempel kosten. En isabi, julek ouder naba moni drape, want june besita was dan ook committee zo afvassen. Vooral in december dan. De asani zat de loon bepaalde ouders moesten pay 470 drempel kosten, trouwens moest pay 940. Dan mij denk ik dat voor de ouders moesten fenomen dat die voor goed declareren bakaten naar minop. Ja, Yusuf sabi. Dat je hem declareren was aan nalanti, naloperij. Dus vanuit dit punt, je was actie galanti. Voor je zet die asandati tak al loperij naast in de plaats. Dus nu u de bezig voor vorm van dossier naar alle de ouders aan loperij ja, dat u een dien aan dossier in na minof. Ja. Dat u dat je zit die naar de leerkrachten naar de ouders. Tak al loperij voor 20 of hoeveel kinderen zijn erbij betrokken? 18 die ziekenhuis hulp nodig hebben. Tak alle 18 moest doorgo verschillen en anders. Dus u een bij de adoptie aan minof, de adesofara. Want nu, a zorg voor de China nummer 1. President Chandrika Persat Santoki dan Thais ide na so a belegging persconferentie a toede woko koutaki mobung dan ape journaliste bekisi okasi fu stelling vragen ook toe. Bikabaka di ataki de toli di belangrijke ja regering en va regering wan chayen sefi presenteer ook toe na nyu minister fu financiën. Dan de journalist be aksje fini fini sani aba moni sefa konde ma ook toe ta algemene vraagstukken die EP. Minister Akobasing, ook nog een keer gefeliciteerd met uw zoveelste functie als minister. Derde, denk ik. Ja. Even een vraag ten aanzien van het laatste onderwerp. De excuses in verband met de slavernijverleden. Er is nogal een jugu-jugu geweest in Nederland vooral. Hè?
Wat vindt u daarvan, hoe het is gegaan? Want het lijkt toch erop dat de regering in Nederland het eventjes snel wilde afdoen. En daar is heel veel gedoe over gekomen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe u dat ervaren heeft. Andere is een beetje een herhalingsvraag. Want we hebben het toen premier Rutte er was, hebben we het gehad over het restant van de verdragsmiddelen. En ik was tot de conclusie gekomen dat het besteed zou worden voor volksgezondheid en agrarische sector. Maar hoorde ik nu net iets anders zeggen? Ja, nee, het is hetzelfde. Het is een bedrag van ruim 18,5 miljoen. Daarbij is afgesproken dat ruim 8 miljoen gaat naar de gezondheidssector. En de 10 miljoen gaat naar productie en agrarische sector. Het is nu 18 miljoen? Totaal was het 18 miljoen restant. Ongeveer 18 miljoen restant bedragsmiddelen. Mag ik nog even uw naam en uw media? Annelies Brinkman, ANP. Ja, en ten aanzien van de eerste vraag. Kijk, het vraagstuk van slavernijen, verleden, koloniale verleden, wordt al geruime tijd besproken, internationaal, ook regionaal, ook binnen CARICOM wordt er hierover gesproken. Er zijn standpunten ingenomen binnen CARICOM. En natuurlijk krijg je een hele andere, laat me zeggen, ontwikkeling als blijkt dat vanuit Nederland nu officieel de excuses zal worden aangeboden. De internationale gemeenschap kijkt uit. Recentelijk op Barbados ben ik gevraagd geworden hierover. Omdat me ook allemaal geïnteresseerd en benieuwd is. Hoe gaat dat allemaal geschieden? Hoe gaat dat allemaal plaatsvinden? Nederland heeft wat dat betreft haar eigen beleid en standpunt en inzichten. Wat dat betreft vinden wij als land dat het een hele gevoelige materie is die al op zoveel internationale agenda al besproken is, al geruime tijd besproken wordt, misschien op het niveau van sociaal-maatschappelijk middenveld. En wij vinden namelijk dat dit vraagstuk wel eerst op politiek niveau besproken zou moeten worden tussen de regering van Nederland en onze regering hierzo. En wij zullen dat alsnog proberen te doen, om alsnog op de agenda te brengen, om dit op regeringsniveau goed met elkaar te bespreken. Tweede is namelijk dat het een datum daar genoemd is. Wat die datum precies is, is een datum van het bieden van excuses of een datum van een start van het proces om niet alleen excuses aan te bieden, maar ook andere zaken die te maken hebben met slavernij, verleden of koloniaal verleden. Dat vernemen we als de minister hier is. Maar nogmaals, we horen heel wat partijen, heel wat deskundigen. En ik denk dat na het bezoek van de minister we beter in staat zijn om het standpunt van de regering kenbaar te maken. Eén momentje in de microfoon dan alsjeblieft. En dan iemand anders de gelegenheid geven. Dus u gaat eraan werken met dus de regering en andere relevante partijen om een gezamenlijk standpunt. Ja, je moet alle partijen, dat is ons standpunt. We moeten alle partijen in Suriname horen. We moeten ook de politieke partijen, één politieke partij vandaag gevraagd, dat ze ook in de eigen politieke partij dit goed willen bespreken. Ik denk dat iedereen de ruimte moet geven. Wij zien het de datum van 19 als te zijn een datum van het inzetten van een traject, een proces van het aanbieden van excuses, maar ik denk dat er nog meer dingen nog moeten plaatsvinden. Maar nogmaals, laten we eerst horen, namelijk van de minister, die komt namens de regering van Nederland, om te horen wat de informatie precies is, wat de inzichten zijn, en dan kunnen we ons standpunt beter formuleren. De volgende, alsjeblieft. Mijn naam is Carlos Deuram van het programma De Week, minister Agubar Singh. Persoonlijke nood. Ik denk dat het een goede stap is dat u bent aangetreden als minister van Financiën. De vraag, in de tijd dat u minister was, had uw collega van Financiën, uw eerdere collega, meneer Hildenberg, het standpunt dat hij niet meer geld uitgeeft dan we binnenkrijgen. Een van uw taken die u nu hebt gekregen is een hernieuwde begroting opstellen, die oude begroting. We spraken over een begrotingstekort van ruim 11 miljard. Mogen we in de nieuwe begroting verwachten dat dat wordt weggewerkt? Tweede vraag. We hebben de eerste en de tweede tranche van het IMF ontvangen. De derde en vierde tranche hebben we niet ontvangen. In december zouden we de vijfde tranche moeten ontvangen. Gaat dat lukken of gaat dat ook niet door?
En president, voor u heb ik de vraag. We praten daar eigenlijk niet over, maar de uitspraak van het constitutioneel hof dat we moeten gaan naar de vernieuwde kieswet, afgezien naast de problemen die we hebben financieel-economisch, denk ik dat dat het meest belangrijke is. Hoe lang moeten we wachten voordat de regering werkelijk ertoe overgaat om met een conceptwet te komen bij het parlement, dat we daarover gaan discussiëren? Ja, Stan, laat me even dit gedeelte afronden. Kunt u verder ingaan op die financiële-economische vraagstukken. Wij hebben de uitspraak van het constitutioneel hof gehad. Ik heb me ook omstandig laten informeren door de president van het constitutioneel hof. Ik heb inmiddels een team van deskundigen samengesteld onder leiding van de heer Hans Limapo om één, de uitspraak van het hof goed te analyseren en aan ons uit te leggen wat wij als regering moeten doen. Twee, opties aan ons te presenteren met betrekking tot het nieuwe kiesstelsel, nieuw kiessysteem en nieuwe kieswetten en wat er allemaal veranderd moet worden. Hij had gevraagd 7 maanden, dus hij zou januari, eind januari het rapport aanbieden, dus we hebben nog 1 maand om te gaan. Inmiddels hebben we binnen de coalitie dit vraagstuk ook besproken en de coalitiepartijen zijn ook bezig na te gaan om inzichten met elkaar te delen over hoe die partijen denken over de nieuwe kieswet en kiesstelsel. Feit is dat je met een aangepaste, gewijzigde kieswet, kiesstelsel moet komen. En onze tijdlijn is, rekening houden met de verkiezing in 2025, moet het reeds medio volgend jaar al klaar zijn. Omdat je aan de hand van de nieuwe wetten, nieuwe procedures, nieuwe mechanismen, een enorme bewustwording moet creëren naar de samenleving. En er wordt hard gewerkt, misschien komt er niet zoveel naar buiten. Ik zie ook heel wat sociaal-maatschappelijke discussies, paneldiscussies plaatsvinden. Dat is goed voor die bewustwording. En ik heb begrepen namelijk dat ook het parlement in contact staat met die sociaal-maatschappelijke organisaties om te kijken wat in feite de beste regelgeving zou moeten zijn voor het parlement. Ik heb met het parlement afgesproken, laten we goed met elkaar afstemmen dat als we een wetsvoorstel indienen, dat we van tevoren weten dat het een wetsvoorstel is dat ook gedragen wordt om daar goed behandeld te krijgen. Dus dat is het traject. Ja. Even kort aangeleid. U zegt, u hebt het in de regering besproken. Is ondertussen dus de vicepresident nu ook op één lijn met de rest van de regering, ook met de president, over dit stuk? Ja, we hebben afgesproken recentelijk nog dat wij even apart als president en vicepresident willen zitten om te kijken naar al die inzichten. Kijk, we moeten dit goed voorbereiden. Waarom? Omdat voor die wijziging van die wet daar zo, je 2/3 meerderheid nodig hebt. Dus je moet goed voorbereiden, niet alleen qua inhoud, maar ook qua draagvlak. En daarvoor hebben we overleg nodig met alle politieke partijen. Nou, wij zijn twee leidenden in de regering en we hebben die afspraak al gemaakt met ons twee. Okay, mag de minister nu antwoord geven op de vraag van meneer Durham? Ja, dankjewel. Twee vragen zijn het. Eén is, Hildenberg zegt je kunt niet meer uitgeven dan je verdient. Ik ben blij dat je Hildenberg zijn naam noemt. Hildenberg was een uitstekende minister van Financiën. Die terecht veel respect genoot. En Hildenberg was van de school waarvan waarschijnlijk de meeste van ons komen. Je kan inderdaad niet meer uitgeven dan je verdient. Heel veel van ons hebben dat van huis uit meegekregen. Maar er is ook een gedachte in de wereld van leef met leningen, want dan ga je wat sneller vooruit. De Verenigde Staten van Amerika is daar een voorbeeld van. En Suriname is daar een voorbeeld van in sommige perioden. En wij hebben in Suriname in die sommige perioden aan de lijve ondervonden waar dat toe leidt als je niet goed met die schulden omgaat. In de VS heeft dat ertoe geleid dat grote groepen mensen die leven van die creditcards, dat die uiteindelijk verarmd zijn. Ik denk dat die oude school van onze ouders en voorouders, die oude school van Hildenberg, dat dat een goede school is. Ik denk dat dat de school is wat die ik ook aanhang. In dat opzicht ben ik conservatiever dan het IMF. Het IMF gaat een stukje relaxter ermee om. Ik zal niet zeggen dat je nooit mag lenen. Maar als je leent, weet dat je leent voor investeringen waar je op termijn iets uit terughaalt. Je kan niet lenen voor consumptie. En
Je ziet dat er uitzonderingen gemaakt worden in deze periode van COVID en dergelijke. Dit is begrijpelijk. Maar ik ben 100% van de oude school die genoemd werd van geef uit wat je verdient. En als het enigszins kan, spaar daar een beetje van. Anga di jou konan kaba funa gongo sabotof ti dem taki gan tangi di lukumye. Misi wa mwish ti weekend, te ta wiki, anga wanyong aflevering.